Lieve broeders en zusters en lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Als u achter deze boodschap staat, dan zou ik u willen vragen om op de Vind ik Like button te klikken, zodat deze video ook bij derden terechtkomt. Ik heb vandaag een ernstige boodschap. Ik wil u ernstig waarschuwen voor alle conferenties die komen gaan in Christelijk Nederland. Deze zomer. Ik zou u ook willen vragen, als u achter deze boodschap staat, deel deze video op al uw socials. Zodat onze naasten worden gewaarschuwd. Ik wil mijn boodschap inleiden met Galaten hoofdstuk 1. En dan wil ik met u lezen vers 10 en 11. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Als wij mensen zouden behagen, dan zouden wij geen dienaren zijn van Christus. En deze boodschap van vandaag is ernstig. Ik ga hier geen mensen mee behagen, echt niet. Maar als wij Paulus willen volgen, dan zullen wij ons kruis op ons moeten nemen. Sterven aan onszelf en Christus alleen navolgen. Ik wil u aansporen om uw Bijbel erbij te pakken en mee te lezen met de Bijbelpassages die ik aanhaal. Normaal laat ik de Bijbelpassages in beeld zien. Vandaag doe ik dat niet, zodat u meeleest en uw Bijbel erbij pakt. Doe dat alstublieft. Ik wil ook met u naar 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1. Want ik ga straks een korte video laten zien van vorig jaar. Die video gaat over de Pinksterconferentie van vorig jaar, het opwekkingsfestival. En ik wil dat aan de hand van Gods woord gaan toetsen. Zo belangrijk om met elkaar die dingen te toetsen of ze uit God zijn. Of het mogelijk is dat er zoveel mensen in de eindtijd bij elkaar komen. Lees met mij mee. 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. In de Statenvertaling staat en leringen der duivelen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Dus we worden al door die apostel Paulus gewaarschuwd dat we moeten opletten in latere tijden. We moeten opletten in de eindtijd. We moeten opletten in de laatste dagen. Omdat er dus leringen zijn die afkomstig zijn van demonen. En weet u, ik wil ter inleiding als laatste met u naar 2 Korinthe hoofdstuk 12. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Want deze gemeente in Korinthe nam het apostelschap van Paulus niet serieus. Zij trokken zijn apostelschap in twijfel. En juist omdat hij de waarheid sprak, werd hij minder geliefd. Maar hij deed dat met een bewogen hart om de gemeente terug te brengen op de juiste weg. Ik wil met u lezen 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 14 en 15. Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, maar uzelf. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen. Ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd.
Dat is wat. Omdat hij de waarheid sprak, werd hij minder geliefd. En hij wil zichzelf geheel geven voor hun zielen. Om hun terug te brengen op het juiste pad. Hij spreekt ze dan ook in vers 20 aan op hun zondig gedrag. En op het moment dat we de zonde benoemen en de gemeente op hun zonde aanspreken, dan gaat dat altijd gepaard met weerstand. Hij benoemde ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde. Anno 2023 zien we wanorde in de gemeente van Christus. En hij zegt dan ook zo mooi in vers 21, en dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. Hij vernederde zich voor hen. Hij smeekte hen namens Christus. Laat u met God verzoenen. Dat zegt hij in 2 Korinthe hoofdstuk 5. In alle nederigheid, in alle eerbied. En ik wil dat ook vandaag aan u vragen. Luister naar deze woorden. Toets het aan de hand van Gods woord. Want op al die grote conferenties heerst een andere geest. En als laatste ter inleiding wil ik met u naar Jacobus hoofdstuk 3 uit mijn hoofd. Jacobus hoofdstuk 3. Ja, en dan vers 11 en 12. Want broeders en zusters, is het mogelijk dat uit dezelfde ader zoet en bitter water voortkomt? Is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Als u ergens bent waar dingen gebeuren die niet uit God zijn, dan moet u daar ver van wegblijven. Echt waar. Zwijgen is ermee instemmen. U moet zich juist uitspreken. U moet die mensen waarschuwen. Echt. Jacobus zegt het hier zo mooi. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Een olijvenboom kan geen vijgen voortbrengen. Iemand die een slechte boom is, kan geen goede vruchten voortbrengen. De Heer Jezus zegt dat heel duidelijk in Matteüs 7. Laten we ook even bladeren naar Matteüs hoofdstuk 7. Want wat zegt de Heer Jezus zelf daar? Wat zegt de Meester zelf? Dit zijn hele indringende woorden waar ik mee wil beginnen, maar ook weer mee wil afsluiten. Matteüs hoofdstuk 7, vers 22 en 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heren, Heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dit gaat tegen vele leraren gezegd worden, echt waar. Het staat er niet voor niets. Dit gaat gezegd worden. En als ik dingen scherp benoem, broeders en zusters, als ik namen noem, dan kom ik nooit aan het hart van de mens. Dat is aan de Heere. De Heere ziet het hart aan. Maar ik noem wel de valse leerstellingen. Daar zijn wij voor geroepen als dienaren van Christus. Paulus benoemde in de brieven aan Timotheus maar liefst 6 namen. Hij deed het, omdat hij wist dat hun leer verderfelijk was. Zo mogen wij ook de leer beoordelen. De rest is aan de Heer. Aan de rest komen we niet. Ik wil met u kijken naar een video van vorig jaar. Dit is een video van het Opwekkingsfestival. Kijk en huiver. We verwachten dit jaar tussen de 60 en de 65.000 mensen. Zijn dat er weer meer dan vorig jaar? Er zijn er dan net weer meer dan vorig jaar, ja. Dus het blijft elk jaar nog weer groeien. Zoveel mensen hier. Ik denk dat dat het mooie is, gewoon die eendracht. Ik denk echt de openheid, dat iedereen hier gewoon, als je wil praten, dan kom naar me toe, weet je wel, zeg gewoon hoi, gezellig.
gezellig. Wat ik zie eigenlijk, is dat meer en meer mensen een relatie hebben met Jezus, in plaats van elke zondag maar naar de kerk gaan. Enerzijds kennen we natuurlijk het verhaal van de kerken worden alleen maar kleiner en de krimp. En tegelijkertijd zien we dat de mensen die binnen kerken blijven actief zijn, dat daar een verandering is richting meer evangelisch en ja, pinksterchristendom, waar veel meer nadruk is op ervaring en beleving. En dat laat dit evenement eigenlijk heel goed zien. Van Koning Jezus. Het heeft denk ik ook te maken met de essentie van de dag van vandaag van Pinksteren. Waar we vieren dat Jezus heel veel betekende voor de mensen toen hij op aarde was. En toen hij wegging zei hij, ik geef mijn geest. En dat is het feest van Pinksteren. Kan ik je zo meteen horen zingen? Ja. U heeft de video gezien. Laten we dit met elkaar gaan toetsen. We weten allemaal dat we leven in het Laodicea-tijdperk. Dat is de gemeente die zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden, ik heb aan niets gebrek. Het is de gemeente die de Heer Jezus heeft buiten gezet. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar hij wordt niet binnengelaten. Misschien door een enkeling. Maar we lezen hier dat er 60.000 bezoekers zijn. Ruim 60.000 bezoekers. Er blijven maar meer mensen naar deze conferentie komen. Het is onbijbels. We leven in het tijdperk van moreel verval. Pinksterbewegingen blijven groeien. Terwijl we om ons heen de secularisatie zien. We hebben het net met elkaar gelezen in 1 Timotheus 4 vers 1. Dat er mensen zullen zijn die in de laatste tijden zullen afvallen en zich zullen wenden tot misleidende leringen, leringen van demonen. Het is bijbels te onderbouwen waarom dit mensen aantrekt. Het wordt gezegd in de video. Het gaat om de persoonlijke ervaring. Maar zegt de Bijbel niet dat wij alleen uit het geloof moeten leven, broeders en zusters? De dame in kwestie, de antropoloog, die zegt dus ook dat het zoveel mensen trekt omdat het gebaseerd is op de ervaring en de beleving. Maar het gaat erom dat de gemeente een spiegel wordt voorgehouden. De predikers hebben een taak om te laten zien waar we staan in het raadsbesluit van God. Paulus had het niet nagelaten, zegt hij in Handelingen 20, om het hele raadsbesluit van God te prediken. Hij predikt het evangelie van Gods genade. Nou, ik ben benieuwd of op dit soort conferenties de zonde wordt gepredikt. Wordt er nog gepredikt dat wij ons moeten afkeren van die zonde, die strijd voert tegen de ziel, zoals Petrus zegt in 1 Petrus 2. De zonde kan een hoop ellende in ons leven teweeg brengen. Ik mag regelmatig met broeders en zusters praten en zonden uit het verleden kunnen nog jarenlang consequenties hebben. Wordt daarover gesproken? Of gaat het alleen maar om ervaringen en gevoelens? Dit is dus het opwekkingsfestival van 2022. Straks wil ik tegen u zeggen waar u op moet letten als u daar naartoe gaat. Mijn advies is dat u daar niet heen moet gaan. U stemt met al die dingen in als u daarheen gaat. Besluit u toch om te gaan? Let dan op al die uitingen die ik ga benoemen. En als u dat ziet, keer u daarvan af. Voor u het weet, krijgt u een handoplegging en komt er een andere geest bij u naar binnen. Het gebeurt. Ik heb gesprekken gehad met broeders en zusters die dit hebben meegemaakt, die handoplegging hebben gekregen. En sindsdien hangt er een donkere wolk boven hun hoofd. Dit moet beleden worden op de knieën. Dit is ernstig. Er zijn broeders, valse broeders, die met een andere geest onderwijs geven. Paulus zegt het zo nadrukkelijk in 2 Korinthe 11.
Hij spreekt daar over een andere Jezus die gepredikt wordt. Een andere geest die ontvangen kan worden. En uiteindelijk leidt dat tot een ander evangelie. En u weet wat Paulus zegt in Galaten 1. Iemand die een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Iemand die een ander evangelie verkondigt, is op weg naar de hel. Naar de dood, de eeuwige dood. Beseft u dat, lieve broeders en zusters? Als u daarheen gaat en ermee instemt naar een prediking te luisteren die leidt naar een ander evangelie, dan stemt u daarmee in. En dat is heel ernstig. Ik moet die dingen vandaag met Gods genade scherp benoemen. Ik moet u waarschuwen, net zoals de profeten. De profeten hielden een spiegel voor aan het volk. Tegen Amos werd gezegd, en ook tegen Micha werd gezegd, profeteer niet, profeteer niet. Waarom? Ze benoemden de zonde heel scherp. Zij riepen het volk op tot bekering, tot verootmoediging. Alles wat ik zeg, vraag dat op uw knieën aan de Heere of het waar is. Vraag het aan de Heere of u daarheen moet gaan of niet. Ik wil de jonge mensen waarschuwen, want er gaan veel jonge mensen naartoe. Maar ook gaan hier heel veel oudere mensen naartoe. Ga er niet heen, doe het niet. Er wordt een valse leer verkondigd. Er wordt een vals evangelie verkondigd. Straks ga ik de punten heel scherp benoemen. Ook wil ik u waarschuwen in de maand juni voor het volgende festival. Everyone 2023. U ziet hier al een aantal leraren. Amerikaanse leraren en Nederlandse leraren / evangelisten. We zien hier Jan Pol, Piet Brinksma, Martin Koornstra, valse leraren. Echt. Niet naartoe gaan. Rick Warren. Zij trekken op met Rick Warren. Ik zal u een foto van Rick Warren laten zien. Hij smelt samen met de valse kerk, de grote hoer uit Openbaring 17. Hij geeft hier een handje aan paus Franciscus. De Rooms-Katholieke Kerk, de leider van de oecumenen, de leider van de religieuze eenheid. Deze mannen, een paus Franciscus, een Rick Warren, die smelten alles samen en kijk met wie ze optrekken op die dag. Matthäus van der Steen, Martin Koornstra, Jan Pol. Ik ga u straks laten zien dat een paar van deze Nederlandse sprekers ook bij het opwekkingsfestival aanwezig zijn. Gaat u er naartoe? Nogmaals, u stemt ermee in. Hier zien we dat Jan Pol aanwezig is op het opwekkingsfestival. Zij die dezelfde leerstellingen verkondigen, of in ieder geval een aantal daarvan, net zoals Rick Warren. En u weet wat er in Openbaring hoofdstuk 17 staat, hè? Laten we met elkaar daar even naartoe bladeren. Openbaring hoofdstuk 17. Want hier staat ook, als het gaat over de koningen van de aarde in vers 2. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Vers 5, en op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Op haar voorhoofd staat geheimenis, het grote Babylon. Dat staat op het voorhoofd van de vrouw. Dat is nogmaals de valse kerk, de grote hoer, het Rooms-Katholicisme die alle denominaties samensmelt. Dus onder andere ook de Pinksterbewegingen. Het komt in onze tijd allemaal samen, lieve broeders en zusters. En kijk ook naar waar zij voor staan op die conferentiedag van Everyone 2023. Beleven is een onderwerp. Weer beleven. De kracht van de Heilige Geest. Ze noemen het een nieuw tijdperk. Hier lezen we dus ook.
In 2033 viert de wereld het 2000-jarig jubileum van Christus' kruisiging, opstanding en de geboorte van de kerk tijdens Pinksteren. We geloven dat het decennium voorafgaand aan 2033 een belangrijk decennium zal zijn, waarin we het voor iedereen op aarde mogelijk willen maken om het evangelie te horen. Broeders en zusters, waar is hier de toorn van God die komen gaat? Waar is de grote verdrukking? Waar is de opname? We zien dat het hele podium voor de antichrist en het politieke beest wordt opgezet. Zij slaan een hele grote stap over door niet te waarschuwen voor de komende grote verdrukking. Ik snap wel waarom. Zij doen het werk van de antichrist. Zij bereiden juist het podium voor hem voor. Nogmaals, deze man smelt samen met een valse profeet. Niet de valse profeet, maar een valse profeet. Ik geloof dat de paus nauw zal samenwerken met de antichrist. Maar we lezen hier nergens over de donkere periode die de wereld staat te wachten. Het gaat alleen maar om het koninkrijk vestigen hier en nu op aarde. Onbijbels. Johannes hoofdstuk 18. Daar zegt de Heer Jezus dat als zijn koninkrijk van deze aarde zou zijn, dan zouden zijn dienaren voor hem strijden. Maar wij verwachten een hemels koninkrijk. We hebben een hemelse bestemming als gemeente. Laten we kijken naar de visie waar dit vandaan komt. Het is begonnen bij Billy Graham. Billy Graham was een vrijmetselaar. Ik zal een aantal linkjes in de beschrijving van deze video toevoegen. Over Rick Warren, over Bill Johnson, de oprichter van de Battle Church, maar ook over Billy Graham, die heel duidelijk laten zien dat zij een andere leer aanhangen. En misschien is het nieuw voor u dat Billy Graham een vrijmetselaar was, maar op het einde van zijn leven smolt hij alle religies samen. Daarom zegt Hebreeën 13 ook: let op uw voorganger en kijk naar het einde van zijn wandel. Billy Graham is niet goed geëindigd. Hij zal best mooie dingen hebben gezegd, dat weet ik. De Heere, die kan alles gebruiken. Hij kan een kromme stok rechtslaan, absoluut. Maar wij moeten streven naar een zuivere leer. Sla acht op uzelf en op de leer, schrijft Paulus aan Timotheus. En als u dat zal doen, zal u niet alleen uzelf behouden, maar ook zij die u horen. Zo belangrijk is het om acht te slaan op de gezonde woorden van het geloof. We strijden de goede strijd van het geloof. Nog een screenshot van een aantal sprekers. We zien daar Billy Wilson als spreker op de conferentie van Everyone 2023. Op 24 juni dit jaar. Billy Johnson spreekt ook op het opwekkingsfestival op maandag. Ziet u dat? Dit is een nieuw apostolic reformation prediker. Met een ander evangelie, met een andere leer. We zien hier zelfs dat hij ook samensmelt met paus Franciscus. Dit gebeurde al in 2017. Kijk, hij is daar in het Vaticaan. De grote hoer. Broeders en zusters, dit soort mensen komen naar de opwekkingsconferentie. Ga er niet naartoe. Ik maak me ernstig zorgen over u als u toch besluit te gaan. U heeft hier de bewijzen met wat voor mensen zij optrekken. Openbaring hoofdstuk 17. Het podium wordt voorbereid. En zij die in goddeloosheid wandelen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen, schrijft Paulus aan Timotheus. Kijk naar de vruchten die zij voortbrengen. Straks gaan we een aantal uitingen heel scherp benoemen. Maar ook is Bill Johnson een spreker op
de conferentie in juni. Hij is de oprichter van de Battle Church. Ik ga een aantal linkjes in deze beschrijving toevoegen. Want als ik dingen scherp benoem, dan moet ik u ook aanvullende bronnen geven. Zodat als dit nieuw is voor u, dan kunt u die linkjes lezen. Ik zou ook een linkje van de New Apostolic Reformation erbij doen. Zodat u heel duidelijk kunt zien waar dit vandaan komt en waarom dit valse leerstellingen zijn. Maar u ziet dus dat een aantal van die sprekers ook zaterdag bij het opwekkingsfestival zullen zijn. Ik heb bijna alle screenshots laten zien die ik u wilde laten zien. Ik wil nu met u kijken naar een aantal uitingen. Ik hoop dat u mij kunt verdragen, maar ik moet het met Gods genade scherp benoemen. Nogmaals, Paulus benoemde ook 6 namen in de brief aan Timotheus. Hij zegt ook zo mooi in 2 Korinthe 11 vers 1, verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. Ik hoop dat u mij kunt verdragen. Let op Battlekerken, C3-kerken. Let op healing rooms. Misschien healing rooms van Sozo. Wordt er onderwijs gegeven vanuit het educatiesysteem van Rick Warren? Dan is uw gemeente verbonden met het NAR-netwerk. Is er sprake van nieuwe openbaringen, dromen, visioenen, het loslaten van engelen of strijden in de hemelse gewesten? Worden hedendaagse apostelen en profeten aangehaald, dan is uw gemeente verbonden met het NAR-netwerk. Dat leidt naar de grote hoer uit Openbaring 17. Nou, de Pinkstertheologie is zeer populair, zoals u ziet. Waarom? Het is werelds, waardoor het voor mensen aantrekkelijk is. We hebben net de video van het opwekkingsfestival gezien. Grote bands, luide muziek. Het wordt aantrekkelijk gemaakt. Een broeder zei laatst, vroeger was de kerk van hout en de leer van goud. En nu is het andersom. De leer is van hout en de kerk is van goud. Dat is wat we nu zien in de gemeente. Er wordt alles aan gedaan om mensen aan te trekken. De beleving en de ervaring staan centraal. We hebben het net gezien in de korte video. Nou, wat is het werk van de Heilige Geest? Laten we met elkaar bladeren naar Johannes hoofdstuk 16. Ik heb dit de laatste maanden een aantal keer in de prediking aangehaald, maar het is zo belangrijk om dit te blijven doen. Want men weet niet meer wat geestelijk is en wat niet. Nou, in Johannes hoofdstuk 16 wordt dan ook gesproken van het werk van de Heilige Geest. Hier staat in vers 13 en 14, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Geest wil ons onderwijzen in het profetische woord. Het profetische woord, dat is vast en zeker. Het profetische woord spreekt ook over de laatste tijden. Die laat ons zien dat er valse broeders zijn, valse leraren, valse profeten, et cetera, et cetera. En 2 Petrus hoofdstuk 2 zegt dat er valse profeten en leraren zullen opstaan, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En dan staat er zelfs, en velen zullen hen, die valse leraren, op hun wegen navolgen. We zien het. 60.000 man gaan daar naartoe. Velen zullen hen op hun wegen navolgen. Waarom? Omdat ze het gehoor strelen. Ze kietelen het gehoor. En dat is dus wat er niet moet gebeuren. De prediking mag stevig zijn. Zolang het maar vanuit Gods woord komt. De profeten waren ook heel direct en heel stevig. En bij de Heer Jezus zeiden ze, die reden is hard. Ze vonden zijn woorden hard. Hij zei toen tegen de 12 discipelen, wilt u ook weggaan? Dat deden ze gelukkig niet. Maar velen vonden zijn woorden hard en verlieten hem
De Heer Jezus was niet populair en wij moeten ook niet streven naar een gehoorstrelende boodschap. Nou, veel van die uitingen dienen eigen vleeselijke begeerten. Die verwijzen naar uiterlijke vertoningen van de geest. Bladert u met mij mee naar Efeze hoofdstuk 3 uit mijn hoofd. Efeze hoofdstuk 3 vers 16. Hier schrijft Paulus: opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus ware geestelijke kracht is gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Naar het hart, om in de liefde te wandelen, in de zachtmoedigheid, in de vruchten van de geest. Wat we nu zien op dit soort conferenties is dat het gaat om gesterkt te worden naar de uiterlijke mens. Naar uiterlijke vertoningen van de geest. Denk aan uitingen zoals het spreken in talen. Ze noemen dat tongentaal of een klankentaal. Ik zou het omschrijven als een brabbeltaal. Als het Grieks spreekt over het woord glossa, dan betekent dat letterlijk talen. Denk aan de profeten in het Oude Testament, als Daniel, Ezekiel of Jeremia of wie dan ook sprak met een engel, dan was dat altijd in een verstaanbare taal. Hoogstwaarschijnlijk in het Hebreeuws. Dat bent u met mij eens, neem ik aan. Het is geen geheime gebedstaal of een geheime engelentaal. Want er wordt gezegd, dan kan de Satan dat niet verstaan. Hij is zelf een gevallen cherub. Als het een engelentaal of een geheime, of als het een geheime taal zou zijn, dan zou Satan dat ook kunnen verstaan. Denk aan Petrus in Handelingen 2. Hij geeft een speech op het Pinksterfeest. Hij praat in zijn eigen taal, maar het wonder van de Heilige Geest was dat een ieder van hen hem hoorde spreken in zijn eigen taal. De Israëlieten hoorden het in het Hebreeuws. De Arabieren hoorden hem in het Arabisch. De Koersieten hoorden hem in het Soedanees. Dat was het wonder van de geest. En bladert u met mij mee naar 1 Korinthe, hoofdstuk 14. Want wat zegt Paulus in vers 15? Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Ik had vroeger in mijn vakkenpakket op de HAVO Frans. Ik zou nog een aantal woordjes Frans weten. Maar heeft het voor mij zin om in het Frans te bidden als ik niet exact meer weet wat ik bid? Paulus zegt, ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. En daarom bid ik in het Nederlands. En dat geldt dus ook voor het lofzingen. Maar nog crucialer zijn vers 22 en 23. Hier staat, zo zijn de andere talen dus tot een teken. Niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Ziet u dat? Dus de talen zijn niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Hoe is het dan mogelijk dat zoveel mensen in gemeenten gaan spreken in een klankentaal dat niks voorstelt? Sterker nog, men mag zich afvragen, komt dit uit de geest van de mens of komt dit uit de koker van de boze? Dat is wat men zich ernstig af mag vragen. De talen dienen de ongelovigen. En waarom gebeurde dit in de gemeente van Korinthe? Waarom gebeurde dit? We hebben nu het hele geopenbaarde woord van God. Tekenen en wonderen gebeurden hoofdzakelijk voor Israël, soms ook bij wat heidenen, maar het woord van God moest bevestigd worden. Het geloof in de Zoon van God moest bevestigd worden. We hebben nu het hele geopenbaarde woord, de Bijbel, van Genesis tot en met Openbaring.
Nou, vers 23. Als nu de hele gemeente samen zou komen en alle spraken in andere talen, en er kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Zo is het toch, broeders en zusters? Men zou toch zeggen dat zij buiten zinnen zijn? En zo is het toch ook als we in vele gemeenten een kijkje nemen. Mensen zijn buiten zinnen. Er is geen orde in de gemeente. 1 Korinthe 14 vertelt ook zo mooi dat vrouwen geen onderwijs kunnen geven. We hebben het gezien in de line-up. Er zijn vrouwen die onderwijs geven. Het is onbijbels. Dit moeten wij verwerpen. 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 34. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. In zijn laatste brief herhaalt Paulus dit, in 1 Timotheus hoofdstuk 2. Dan zegt hij weer dat een vrouw geen onderwijs mag geven. Waarom? Eva is eerst verleid en daarna Adam. En natuurlijk, in de gemeente van Korinthe waren er vrouwen die door de prediking heen praten. Deze vrouwen waren veelal ook kaal, kwamen vanuit de prostitutie. Maar hij herhaalt het in zijn laatste brief, nogmaals, een brief die geschreven is in Laodicea, alsof die brief nog meer nadruk krijgt in deze tijd. Niet dat de andere boeken uit de Bijbel minder belangrijk zijn, maar die twee brieven aan Timotheus zijn zo cruciaal in deze tijd. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken. Het is voorzegd. Hij noemt dan 19 kenmerken op. En dan zegt hij ook, zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Al zou ik ergens zitten waar ineens een vrouw voorgaat, zal ik opstaan en weglopen. Onbijbels. Het kan niet. Laat ik u een vraag stellen. In de dienst van de tabernakel, gingen daar vrouwen voor? Hadden vrouwen een functie binnen de dienst van de tabernakel? Nee. Wees hier scherp in. Pas ook op voor de uiting profeteren. Hier staat in het Grieks profeteo. Paulus rekent het profeteren tot de gaven van de geest, die ten doel hebben de mensen te stichten en te vermanen. Dat wil zeggen de gemeente op te bouwen in het geloof. Dat is profeteren. Dat is niet een hand bij elkaar opleggen en een visioen over elkaar krijgen. Nee, dat is occultisme. Dat is een andere geest die werkzaam is. Dat is het lezen van gedachten. En weet u, de Satan doet zich voor als een engel van het licht, zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 11 of 12. Hij doet zich voor als een engel van het licht. 1 Korinthe 13 vers 8, lees het na, daar staat wat talen betreft, zij zullen ophouden. Waarom? We hebben nu het woord van God. En natuurlijk, de Heer is soeverein om ergens in de wereld de gave van de talen nog te gebruiken. Hij is soeverein. Maar als het gebeurt, gebeurt het incidenteel en dan is het altijd een verstaanbare taal. Nou, u weet inmiddels ook wat profeteren is. Dat is niet een visioen over elkaar uitspreken. Pas daarmee op. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat iemand naar me toe kwam. Ik heb een beeld van je gehad. Daarop zei ik gelijk, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Profetie vinden we terug in de schrift. Daar vinden we profetie terug. En we moeten het altijd toetsen aan het woord van God. Buiten Bijbelse openbaringen zijn niet nodig, lieve broeders en zusters. Zijn er nog apostelen en profeten? Ik wil u kort en krachtig een antwoord op geven. Efeze hoofdstuk 2, vers 19 tot en met 22. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met als uiterste hoeksteen de Heer Jezus Christus.
op wie het hele gebouw goed is samengevoegd als een heilige tempel in de Heer. Dus wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Wij kunnen niet opnieuw dat fundament leggen. De apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 3 zo mooi dat hij het fundament van Christus heeft gelegd. En we zijn er zelf verantwoordelijk voor met welke materialen wij bouwen. Ik hoop dat u met goud of zilver bouwt. En niet met hout of stro. Dat zijn geen goede materialen. Als u met hout of stro bouwt, dan zult u wel behouden worden, maar als ware door het vuur heen. Verschrikkelijk. Bouw met goede materialen. Daar mogen we elkaar in aansporen. Maar denk ook aan de uitspraken van Paulus. 2 Korinthe 12 vers 12. Daar wordt gesproken. We kunnen het wel even met elkaar lezen. Daar wordt gesproken over het volgende. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In al mijn volharding in tekenen, wonderen en krachten. Er staat in de Statenvertaling, de merktekenen van de apostel zijn onder u verricht. Zoals de Satan straks een merkteken heeft, zo hadden de apostelen dat ook in de apostolische tijd. Maar dat tijdperk is nu voorbij. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wij die de laatste apostelen zijn. Johannes was de laatste apostel, die is als laatste overleden. Toen is het apostolische tijdperk opgehouden. Zoals de Satan door de antichrist straks een merkteken heeft, zo hadden de apostelen dat ook. En die wonderen en tekenen die zij deden, die vinden we weer terug in Marcus hoofdstuk 16. Bladert u met mij mee naar Marcus hoofdstuk 16. Hier staat dan, in vers 17 en 18, en die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dit waren de merktekenen van de apostelen. Het woord van God werd bevestigd door deze dingen. Het apostolische tijdperk is voorbij. Alles voor de kruisdood van de Heer Jezus kunnen we beschouwen als het Oude Testament. Hebreeën 9 zegt het zo mooi. Pas wanneer de maker van een testament, of wanneer de dood van de maker van het testament is vastgesteld, dan pas is een testament bindend. Pas toen de Heer Jezus zijn leven had gegeven aan het kruis van Golgotha, pas toen hij zijn kostbaar bloed had gegeven, kon het Nieuwe Testament ingaan. Alles wat voor de kruisdood van de Heer Jezus plaatsvindt, is eigenlijk Oude Testament. Genezingsdiensten en bevrijdingsdiensten. De Heer Jezus en ook de apostelen, die konden demonen uitdrijven. We vinden het nergens terug in de brieven van Paulus. Genezingsdiensten en bevrijdingsdiensten. En kijk eens wat we zien op de opwekkingsconferentie. Er is een Q&A wat betreft de genezingsdienst. Die geleid wordt door David de Vos. Onbijbels. Het is een valse leer. En op het moment dat er verkondigd wordt dat de Heer Jezus ook voor al onze ziekte is gestorven, dan verkondigen de mensen een ander evangelie en die zij vervloekt. Het wordt verkondigd. Dat de Heer Jezus voor al onze ziekte is gestorven, dat is niet waar. Hij is gestorven voor al onze zonden. We lezen het zo nadrukkelijk in Matteüs hoofdstuk 8. Bladert u met mij mee naar Matteüs hoofdstuk 8. Want tijdens zijn aardse bediening, toen genas hij alle mensen die een kwaal hadden. Laten we eerst naar Matteüs hoofdstuk 4 gaan, want hier staat in vers 23,
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En bij die opwekkingsconferenties en bij al die andere conferenties die er in de zomer komen gaan, waar genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten, het spreken in tongen, het vallen in de geest, noem allemaal maar op, centraal staan. Daar gaan ze vaak terug naar de evangelie. En alles voor de kruisdood van de Heer Jezus is een ander evangelie. Daar wordt het evangelie van het koninkrijk verkondigd. Dat betekent dat als Israël massaal de koning, de Heer Jezus, had aangenomen, dan zou het 1000 jaar vrederijk toen aangebroken zijn. Nou, dat gebeurde niet, dus ging de zaligheid ook naar de heidenen. Dat geheimenis heeft Paulus mogen openbaren in de Efezebrief. Het geheimenis van de roeping van de heidenen, het geheimenis van de gemeente van de Heer Jezus, prachtig. Maar dat is het evangelie van de genade. Dit is het evangelie van het koninkrijk hier in Matteüs hoofdstuk 4. En wat staat er? Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus al deze genezingspredikers, ik noem het maar even zo, laten zij gaan naar het Sophia kinderziekenhuis. De Heer Jezus genas allen. Ook zij moeten dan allen genezen. En wat ik ook heel nadrukkelijk wil zeggen, is dat Johannes hoofdstuk 14 compleet verkeerd wordt begrepen. En wie in mij geloof zal hebben, staat daar, die zal grotere dingen doen dan deze. Ik blader er even naartoe. Want tegen wie spreekt de Heer Jezus in de context? Nou, Filippus zegt dan op een gegeven moment, laat ons de Vader zien. En dan zegt de Heer Jezus in vers 9 tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Dus zij hadden nog niet het geloof. Hij spreekt tegen Filippus en natuurlijk ook tegen de andere discipelen. En daarom zegt hij in vers 12, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. Zij waren nog in het ongeloof. En daarom zegt hij, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Nou, wat is een groter werk? Wat is een groter werk dan het opwekken van doden en het uitdrijven van demonen? Nogmaals, dat waren merktekenen van de apostelen. Een groter werk dan die werken is dat iemand tot wedergeboorte komt, tot levend geloof. Iemand die het oude jasje uittrekt en het nieuwe jasje aandoet. Iemand die sterft aan zichzelf en opnieuw geboren wordt. Die wandelt naar de nieuwe mens. In alle liefde, zachtmoedigheid. In waarheid. Want wij kunnen niks tegen de waarheid doen, maar wel voor de waarheid. Nou, dat is wat bedoeld wordt in Johannes hoofdstuk 14. Denk aan Petrus op het Pinksterfeest. Er komen 3000 man tot geloof. Dat is het grootste wonder wat er kan gebeuren als iemand tot levend geloof komt. Nou, dat is wat er bedoeld wordt in Johannes 14. Ik heb nu een aantal dingen waar deze bewegingen zich vaak op beroepen ontkracht. Ik kan natuurlijk niet overal bij stilstaan. Maar ik wil nog wel met u naar Matteüs hoofdstuk 8 vers 17. Want er staat dan eerst in vers 16, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem en hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas weer allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Jesaja zegt in hoofdstuk 53... door zijn striemen vindt er genezing plaats. Die genezingspredikers, die halen dat vers aan om te zeggen dat hij gestorven is voor onze zonde. Voor al onze ziekte bedoel ik. Onbijbels, hij is gestorven voor al onze zonde. Hier wordt het schriftwoord vervuld tijdens zijn aardse bediening. Niet tijdens de periode van de apostolische bediening is dit ter sprake. Niet na de kruisdood komt dit ter sprake. Dat hij al onze zwakheden en ziekte op zich heeft genomen. Dit wordt vervuld tijdens zijn aardse bediening. Dit schriftwoord van Jesaja. Laat ik daar
heel duidelijk in zijn. Ik wil deze video onder een uur houden. Dus ik ga een aantal uitingen benoemen waarop u moet letten en waarvan u zich moet afkeren. Het vallen in de geest, het is weer een uiterlijke vertoning naar de uiterlijke mens. Ware geestelijke kracht is niet gesterkt te worden door zijn geest naar de uiterlijke mens. Absoluut niet. Het spreken in een klankentaal of brabbeltaal of hoe u het ook wil noemen, is een uiterlijke vertoning. Het vallen in de geest is een uiterlijke vertoning. Let ook op het zomaar opleggen van de handen. Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 22. Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan de zonde van anderen. Paulus spreekt in 2 Korinthe 11, zoals ik net zei, over een andere geest. Het is dus blijkbaar mogelijk dat er een andere geest werkzaam is in de gemeente. Dat is niet de geest van Jezus Christus. Dat is niet de Heilige Geest. Dat is niet de geest waardoor u gesterkt wordt naar de innerlijke mens. Keer u daarvan af. De nadruk op wonderen en tekenen. De nadruk op een ervaring en een beleving. Nergens spreken de apostelen over genezings- en bevrijdingsdiensten. Natuurlijk, de Heere doet toch wonderen. Dat zal ik nooit ontkennen. Nooit zal ik dat ontkennen. Hij doet wonderen. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt in onze levens. Wij hebben op een wonderbaarlijke manier dit huis waar wij nu wonen gekregen van de Heere. Wonderbaarlijk is dat gegaan. Dat is een groot wonder. En natuurlijk geneest de Heere nog zieken, aangaande Jacobus hoofdstuk 5. Degene die ziek is, kan de oudste bij zich roepen. Zij kunnen hem zalven en dan bidden ze voor hem en dan kan hij genezen worden. Dat kan, dat is mogelijk. De Heere geneest absoluut nog zieken. Maar de nadruk moet niet liggen op de wonderen en tekenen. Zoals beschreven door de Pinksterbewegingen. Let daarop. Kingdom Now, ik heb het genoemd. Het werk van de Heilige Geest, ik heb het genoemd. Christus verheerlijken, laat ik dat nog heel duidelijk zeggen. Christus verheerlijken is het doel van de Heilige Geest. Dus geloof in Hem en zoek niet naar een ervaring van het hart of de ziel. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij verheerlijkt ten alle tijden de Zoon van God. Wij zijn in Hem rijk geworden. In al het spreken, in alle kennis. In Hem zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. In Hem, in de Heer Jezus. Nou, velen zijn dus weg van die eenvoud. Men wordt verleid door de wereldse kerk. Hij zegt het ook zo mooi, Paulus, dat hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij zijn apart gezet. We zijn hier nog met ons vergankelijke lichaam, met ons sterfelijke lichaam. Maar wij zijn in onze gedachten al bij Hem. Wij hebben een hemelse roeping en die willen wij vervullen. Wij gaan niet hier het koninkrijk op aarde stichten. Straks komt er een 1000 jaar vrederijk. Voor de schapen die positief komen uit het schapen- en het bokkenoordeel. De heidenen zullen weer optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Samen met het aardse volk Israël. Wij hebben een hemelse bestemming. Wij zijn de bruid van de Heer Jezus. Israël is de aardse bruid. En natuurlijk, de Messiaanse Joden behoren ook tot de gemeente. Die zijn ook de bruid geworden van de Heer Jezus. Maar wordt er nadruk gelegd op het profetische woord, op dit soort conferenties? Ik denk het niet, broeders en zusters. De nadruk ligt niet op het profetische woord. Spreken ze over levensheiliging? Al dat soort thema's. Groei in de genade en kennis van onze zaligmaker Jezus Christus, zegt Petrus zo mooi in 2 Petrus 3.
Want, zegt Petrus ook in 2 Petrus 1 vers 3, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht toebehoort. We hebben alles al gekregen van hem. Het eeuwige leven, maar ook de genadegaven die wij nodig hebben om dat heerlijke evangelie te verspreiden onder de verloren mensen in Nederland. Dat is het eenvoudige evangelie. Dat Christus aan het kruis gestorven is. Voor onze zonden. Begraven is en op de derde dag is opgestaan. Dat is het eenvoudige evangelie. Als u dat gelooft met uw hart, en als je ook met uw mond kan belijden dat God de Vader, de Heer Jezus, uit de dood heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dan bent u wederom geboren. Dan wandelt u naar de nieuwe mens, die gesterkt wordt naar de innerlijke mens, niet naar de uiterlijke mens. Ik heb heel veel dingen verteld en gezegd, heel veel dingen die ik al heel vaak in de prediking heb benoemd, maar blijkbaar is het nodig. Als ik kijk naar de line-up van dit soort conferenties. En vergis u niet, er zijn ook kleinere conferenties. Heel de zomer door. Waar dit soort uitingen centraal staan. Het gevoel, de ervaring. Verkeerde liederen. Geen Johannes de Heerliederen. Geen psalmen die gezongen worden. Luidruchtige drumstellen. Overdreven gedoe. Het is onbijbels. Het is de wereldse kerk die geoordeeld gaat worden in de grote verdrukking. Ik hoop met deze video te bereiken dat u teruggaat naar de gezonde woorden, naar de gezonde leer. Ik hoop daardoor dat u zich afzondert van die wereldse kerk die zo enorm groot is in onze tijd. Ik wil dan tot slot lezen 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. U is het goede pand toevertrouwd. U moet het door u toevertrouwde pand bewaren. Door de ware kracht van de Heilige Geest. Door de gezonde woorden van het geloof. Strijd de goede strijd van het geloof. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u gehoord heeft van de apostelen. Dat is waar het om gaat in deze laatste dagen. 2 Timotheus 3 vers 10. Echt tot slot. Maar u, dat wil ik ook tegen u zeggen, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Ik hoop dat u ziet dat dit een ernstige boodschap is, maar vol van liefde, omdat ik niet wil dat u te maken krijgt met een andere geest. Dat zeggen wij in alle bewogenheid, ook in alle predikingen die we door het land doen. Daar willen we mensen voor waarschuwen. Het levert zoveel narigheid op en al die narigheid kan zelfs leiden naar een eeuwig oordeel. Deze valse leraren zullen komen voor de grote witte troon. En dan zullen zij door de Heere geoordeeld worden. Verschrikkelijk. Wat is het verschrikkelijk om de kudde van de Heer Jezus, die hij met zijn eigen bloed gekocht heeft, te misleiden. En daarom bieden we weerstand aan deze valse, ernstige leringen. Ik hoop en ik bid dat u niet gaat naar dit soort gevaarlijke conferenties. Zeg niet, als het om deze conferenties gaat, beproef alle dingen en behoud het goede. Want nogmaals, dit is een vraag die ik aan u wil stellen. Kan een waterbron zoet en zout water voortbrengen? Nee, dat is onmogelijk. En daarom moeten we ons afkeren van deze dingen. Ik zal de linkjes over Billy Graham, Bill Johnson, de New Apostolic Reformation, et cetera, zal ik allemaal toevoegen in de beschrijving van deze video.
genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Halleluja, Maranatha, Amen.